Dan moet u zich eens indenken dat je om de 2 minuten, 3 minuten als u wilt, uit een zwart gat komt en zich de hele dag afvraagt: wie zijn die mensen hier? Wat doe ik hier? Ik wil naar huis toe. Waarom zouden ouderen vaker moeten hardlopen? De Universiteit van Nederland presenteert neuropsycholoog professor Dr. Ulrich Sperre. Hartelijk dank. Leuk om bij u te zijn, dames en heren, vanavond. En heeft u er een beetje zin in? Ik ook, geweldig. Dat komt heel erg goed uit. In dit college wil ik het ontzettend graag hebben over de relatie tussen geheugen en bewegen. Maar nu in de sfeer van, is er ook echt oorzakelijkheid? Dus stel dat u weer begint met bewegen, verbetert u dan ook echt uw geheugen? En mogelijkerwijs ook andere cognitieve functies, intellectuele functies die daarmee te maken hebben. Dat is eigenlijk een belangrijke vraag. En om daarmee te starten, Art Kramer, beroemde Amerikaanse collega, eigenlijk de pionier denk ik op dit gebied, heeft daar onderzoek naar gedaan. En die heeft gekeken naar sedentary elderly, dat zijn dus luie ouderen. Ze waren overigens niet te dementerend, maar ze zaten de hele dag op een bankje. En ze zaten de hele dag echt op hun gemakje. En ze deden niks. 1 keer per week misschien met de auto nog naar een Albert Heijn, zal ik maar zeggen. Maar dat was het ook. Ze waren heel sedentair. En hij is met die luie ouderen is die gaan brisk walken. En brisk walken, dames en heren, dat is echt doorloop. En u weet, binnen onze Nederlandse beweegnorm geldt dat daar ook. Het moet een inspanning zijn. Hij deed dat 3 kwartier achter elkaar. Niet de hele dag, had niemand het overleefd. De gemiddelde leeftijd was 70 jaar. Maar top, hè? 3 kwartier brisk walking. U kunt zich voorstellen, die mensen hadden al die tijd op het bankje gezeten. Dus hartvaatstelsel was 1 grote pudding. Hè? Maar na die deed hij 6 maanden lang, 6 maanden 3 kwartier. En na die 6 maanden, geweldige hartactie. Veel betere conditie. En u weet, een betere hartfunctie. Kan je bij voorstellen dat u doorbloeding van het brein toeneemt. Is verbeterd ook. Dus wat verwacht u nu eigenlijk? Als ik u mag vragen, ook een beetje refererend naar de vorige colleges. Wat verwacht u? Door een betere hartactie, zult u zeggen, het hele brein beter doorbloedt, alle cognitieve functies verbeteren, of denkt u dat een bepaald deel van het brein gunstig reageert? Wat denkt u? Alles, dat is natuurlijk uw positiviteit, wat ik enorm waardeer. Het is niet zo, maar wat met name heel goed reageerde, is frontaal. Althans, die functies die daarbij horen. De frontale lob. En dan zult u zeggen, goh, maak je daar nou zo drukte over? Niet het hele brein, dus maar een deel. Ik heb u in de vorige colleges uitgelegd hoe belangrijk die frontale lob is. Niet alleen die ontwikkeling dus, maar ook als je ouder wordt. Want als u mij zou vragen, geef mij nou 1 gebied aan. Dat is toch een beetje gek. Maar geef mij 1 gebied aan wat bepalend is voor mijn zelfstandigheid als ik ouder word. Voor mijn autonomie zorgt. Dan zou ik zeggen, dat is frontaal. Het is het laatst klaar in aandag en voor de niet-ingewijden onder u kunt zich voorstellen dat bij in de hele ontwikkeling van de hersenen, datgene wat het laatst klaar is, frontaal, voorzijde van het brein, controleert de rest. Daarom is het eigenlijk in mijn optie het allerbelangrijkste gedeelte. Het is het laatst klaar, het controleert de rest. En voor ik nou uitleg wat Art Kramer vond, want u kunt zeggen, wat zijn die functies dan, waar ik het steeds weer over heb. 1 van de functies die hij vond, die verbeterde enorm op dat lopen, was inhibitie. En dat betekent remming. En dan zult u zeggen, nou ja, wat een drukte. Deel van het brein slechts, niet het hele brein. En 1 functie, remming, is dat het? Ja, dat is het. En ik ga u daar, wilt u daarvan overtuigd raken, dames en heren? Ja, en ik ook. Ik vind het leuk om u te overtuigen. Want dit inhibitie, remming, is het allerbelangrijkste grote goed wat we hebben cognitief gezien. En als u dat bepaalt onze zelfstandigheid, ga ik u overtuigen. Maar voor ik dat doe, wil ik u nog iets anders laten weten. Namelijk dat die, en dat is geen leuke boodschap, dat die frontale lob is het laatst klaar in aanleg. Hij gaat het eerste achteruit. Op mijn leeftijd gaat hij alweer achteruit. Ja, ik hoor een paar mensen al zeggen, dacht ik al, het zit helemaal goed bij die man. Hij gaat, hoe kan ik dat merken? Hoe kan ik merken dat mijn frontale lob achteruit? Dus, hè, laatste klaar, eerst achteruit, last in, first out.
Geldt voor over een aantal delen van het brein, maar ook voor frontaal. Wat ontzettend jammer is. Hoe kan ik het merken? Ik kan het merken omdat de frontale lob, ik ga u uitleggen wat inhibitie betekent, maar die is ook belangrijk dus voor initiatief nemen. Die is belangrijk voor motivatie. Ja. Alexander heeft gevraagd, zou je die colleges willen geven? Op mijn leeftijd kan ik toch denken, nou nee, dank je. Nee, dit heb ik toch gehad. Ik heb het wel vaker gedaan. Ja, niet in deze prachtige context, maar nee, ik kom niet. Nee, ik had vanavond heerlijk, ik weet niet, het was geloof ik Champions League, heerlijk gezeten. Nou sta ik hier. Nee, ik doe het niet, sorry. Nee. Ik moet het doen vanwege mijn eigen frontale lob. Dus voor wie ben ik hier, dames en heren? Ja, voor mezelf. In ieder geval niet voor u, dat helder is. Maar de literatuur is wel helder. Hè? Ik heb het al even in de voorgaande college aangekaart en dat maakt het er niet leuker op. Maar u zult er dus tegenaan moeten, als u ouder wordt, op mijn leeftijd, moet ik meer uitdaging zoeken. Ik moet meer dingen ondernemen dan vroeger. Anders gaat het achteruit. Art Kramer vond op inhibitie het grote effect. Remming. Ik ga u overtuigen hoe essentieel remming is voor ons dagelijks functioneren. Remming voor geheugen. U heeft deze avond, ik schat u allemaal heel hoog in. Stel nou voor dat u, ik kan me niet indenken, dat u elk woord van mij zou willen onthouden. Dat kunt u niet, want uw werkgeheugen, prachtig circuit, vanuit frontaal naar achteren, is beperkt. Dus wat doet u de hele avond? Onbewust, u remt af wat u niet belangrijk vindt. U inhibeert wat u niet belangrijk vindt en daardoor kunt u zich focussen op wat u belangrijk vindt. En dat onthoudt u. Vindt u het helder? Dus ik mag stellen, zonder remming geen geheugen. Dan moet u vanavond als u thuis komt, een plezier doen, 1 minuutje scherder. En dan probeert u zich eens in te denken hoe het is voor iemand waarbij de frontale lob achteruit is gegaan. Het kan iemand zijn met een dementie, maar het kan ook iemand zijn na een auto-ongeval met een frontaal letsel. Ben ik helder? En dan moet u zich eens voorstellen dat voor die persoon alles in de omgeving even belangrijk is geworden. Dat die persoon niet meer kan zeggen, dat wel en dat niet. Wat denkt u dat er dan gebeurt in het brein van die persoon? Chaos, heel goed. Er ontstaat chaos, u wordt heel angstig, want u weet niet meer, dat wel en dat niet. Ik kan angst bij mensen met een dementie op 100 manieren uitleggen. Dit is er 1 van. En dan kom ik op die psychogeriatrische afdelingen van de verpleeghuizen. En ik heb grote liefde en respect voor de verzorging. Daar geen kwaad voor. De mensen doen geweldig hun best. Maar wat zie ik? Geen activiteit, maar inactiviteit. Dat is mijn beeld. Natuurlijk zijn er huizen die het goed doen. En verpleeghuis, prachtig. Maar als u een beetje daaromheen kijkt, en ik kijk ook nog eens buiten Nederland, dan denk ik bij mezelf, wat een passiviteit. Terwijl juist activiteit, dat remmend vermogen frontaal, heel erg zou kunnen aansturen. Voelt u met me mee wat ik bedoel, dames en heren? Ik geef u nog een andere functie. Remming voor motoriek. Als je kijkt in die verpleeghuizen, maar ook in het veld van verstanden beperkt, laat ik dat gewoon even breed trekken, daar zijn we zeer actief en dat heeft ook zeker mijn hart. Dan zie je eigenlijk het volgende. Mensen met een dementie, met een verstandelijke beperking, maar neem een dementie, dan zie je een motorische onrust. Mensen die daar door die gangen lopen. Kent u het beeld, een beetje? En dan zien wij, de neiging hebben wij, ik zeg met name wij, om die mensen op de stoel te krijgen. Wat denkt u dat er gebeurt als je die mensen inactiveert? Immobiliseert. Wat denkt u dat er gebeurt met de doorbloeding van die frontale lob? Denkt u dat die doorgaat, dat die toeneemt of dat die afneemt? Wat denkt u? Die neemt af, ja. 2 studies, wereldwijd pas. 2. Dus eigenlijk wetenschappelijk 0, hè? Waarin men met mensen die geagiteerd zijn een beweegprogramma is gaan doen. Een gestructureerd beweegprogramma. En wat zie je dan? En ik doe er makkelijk over, terwijl het heel complex is. Maar je ziet in die studies dat die agitatie, dat die motorische onrust, neemt weer af. Dat wil ik toch met u delen. Mij valt op
dat of je nou kijkt bij het veld van verstand bij beperkte, bij mensen met een dementie, bij mensen met letsel, die onrustig zijn, die niet meer op die stoel kunnen zitten. En sterker nog, voordat ik dat punt maak, van voor die mensen die dan zitten, en die dan met wat moeite opstaan, die hebben nog een beetje initiatief. Ja, ik kan het steeds beter nadoen, hè, want u denkt die grijze haren. En tegen die tijd dat meneer Jansen staat, dan zegt de verzorging, met alle liefde voor de verzorging, hè, meneer Jansen, gaat u maar weer zitten. Maar voor die mensen, en dat valt me altijd enorm op, en dan denk ik dat ik mijn punt heb gemaakt. Voor die mensen die onrustig zijn, motorische onrust vertonen, zien we eigenlijk in de zorg dat we steeds meer dingen eraf halen. In plaats van dat die frontale lob, ik hoop dat ik u dat punt mee kan geven, die moet je niet verarmen, die moet je juist verrijken. Kunt u zich nog die situatie van Brandon herinneren? Hè? Voorbeeld, hè? Jongen zat aan een ketting. Alles weggehaald. Ik begrijp dat aan de ene kant wel, maar de literatuur, de wetenschap zegt nu, als je die frontale lob met zijn remmend vermogen, die moet je niet verarmen. Die moet je verrijken, die moet je stimuleren, waardoor die beter gaat remmen. Lastige. Ben ik helder geweest op dit punt? U moet even reageren, dames en heren. Want u kijkt echt in mijn hart, omdat ik denk bij mezelf, wanneer zullen we met elkaar een keer die stap maken? Hè? Ik wou nog één functie. Heeft u nog zin in één functie frontaal? Eén functie is intern record. Intern record betekent, ik heb mijn eigen referentie. En je hebt eigenlijk je eigen referentie en je hebt nog een externe referentie. Dat is ongeveer waar het om gaat. En die intern record is een functie, als ik het zo maar zeg, bij je frontale lob enorm betrokken is. En intern record betekent dus mijn eigen referentie. En dat betekent dat ik weet waarom ik bij u ben vanavond. En ik weet dat ik ook 10 minuten geleden bij u was. En ik weet ook waarom. En ik weet dat ik 1.5 uur geleden bij u was. En ik weet ook waarom ik bij u was. Ik bouw dus met u samen, bouw ik mijn voorgeschiedenis op. Ik bouw mijn historie op. En dat is enorm belangrijk voor mijn hier zijn, voor mijn hele functioneren hier vanavond. Dat is mijn intern record. Dan moet u vanavond, als u wil, nog een tweede minuutje scherper doen. En dan probeert u zich in te denken hoe het is voor iemand met een dysfunctie frontaal. En dan probeert u zich eens in te voelen hoe het is op de psychogeriatrische afdeling. Dat is dat ik elke dag zie. Iemand komt naar mij toe, een mevrouw, en die zegt, wie bent u? U brengt mij toch wel naar huis, want ik woon hier niet. En dan neem ik die mevrouw mee aan mijn arm en dan zeg ik, nou, ik zal u laten zien naar uw kamer. Dan lopen we zo samen naar haar kamer en zeg ik, kijk, mevrouw Hoogendijk, dat bent u. Ja, zegt ze, ja. Zeg, zullen we binnen even kijken naar de foto's van uw kinderen en kleinkinderen, want die staan daar. En dan lopen we samen naar binnen en dan kijken we naar die foto's. En zeg ik, herkent u de kinderen en kleinkinderen? Ze zegt, ja, dat zijn ze. En dan laat ik haar daarachter, bijvoorbeeld, en ik loop weg. En dan komt ze achter me aan, gedreuteld. En dan zegt ze, wie bent u? U brengt mij toch wel naar huis, want ik woon hier niet. Dan moet u zich eens indenken dat je om de 2 minuten... 3 minuten als u wil, uit een zwart gat komt en zich de hele dag afvraagt, wie zijn die mensen hier? Wat doe ik hier? Ik wil naar huis toe. Passiviteit op die afdeling. Terwijl ik denk, als we bewegen met die mensen, dan zouden we in ieder geval een maximale poging doen om intern record en het inhibitievermogen zo groot mogelijk te maken. Voelt u met me mee? Hartelijk dank voor dit moment.